En vanaf hier naar buiten is eigenlijk alles hout. Dus er zit zo'n dikke houten wand achter dit gips. Mm-hmm. Er zitten gipsen voorzetwanden voor brand en vooral ook voor geluid. Mm-hmm. Dat hout heeft wat extra maat en dat gips komt er nog bij. Dus je krijgt eigenlijk een soort van ouderwets diepe neggen in je woning. Waar je doorheen loopt. Hier zie je het ook. Dus dat is best een, eigenlijk een soort cadeautje wat je erbij krijgt. Toen ik architectuur studeerde, toen heb ik in elk geval nooit gedacht dat ik hoogbouw zou gaan ontwerpen. Überhaupt niet. Ik vond het altijd vrij dominant en ik had niks met zo'n hoge, lange toren, zeg maar. En toen heb ik me gerealiseerd dat ik het voor mezelf heel leuk vind en belangrijk ook vind om een antwoord te geven op een maatschappelijk vraagstuk of op een ruimtelijke vraag. Nou ja, duurzaamheid bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een vraag. Hoe gaan we nou bouwen in de toekomst? Vroeger waren mijn dromen heel anders dan nu. Dus ik vond vroeger, toen ik heel klein was, vond ik spelen met Lego heel leuk. Dus voor mij was het best wel logisch om eerst architectuur en daarna constructief ontwerpen te gaan studeren. En toen ik van school afkwam, toen droomde ik van het maken van grote, iconische bouwwerken. En de afgelopen 20 jaar dat ik werkzaam ben geweest, ben ik steeds meer gaan dromen over het maken van hele duurzame, geïntegreerde bouwwerken. In 2016, of misschien was het wel eind 2015, kwam de gemeente Amsterdam met een uitvraag in een tenderprocedure. Zoals ze dat regelmatig doen met locaties in de stad. En die betrof een nieuwe wijk ten zuiden van het centrum van Amsterdam. Uitkijkend op de Amstel was daar een plek waar een iconisch gebouw moest komen. En dat iconisch, dat had eigenlijk was tweeledig. Het moest iconisch zijn in de zin van een architectonisch icoon. Dus het moest een plek markeren. En tegelijkertijd moest het ook een soort duurzaamheidsicoon worden. En de duurzaamheid werd voor het eerst in Amsterdam omschreven met het zogenaamde BREEAM-label. En BREEAM is een internationaal erkend label waarin je een aantal aspecten van duurzaamheid omschrijft. Van energie tot materiaal en leefomstandigheid. En wat aardig was aan deze prijsvraag, of aan tender, was de puntenverdeling. Dus je kon 30 punten krijgen voor het grondbod zelf. Dus hoeveel ben je bereid te betalen om dat ontwikkelrecht te verwerven. 40 punten voor de architectuur van het gebouw en 30 punten voor de duurzaamheid. En wat we zeiden was, dat was onze strategy to win. Dus als wij de duurzaamheidpunten, die 30 punten kunnen koppelen aan architectuur, dus dat de duurzaamheid ook de architectuur beter maakt, dan hebben we een winnend project. Dus toen hebben wij weer samen, met u en ik denk ik, samen tegen Lingotto gezegd, als je echt lef hebt, dan gaan we dit in hout ontwerpen. En toen hebben zij eigenlijk vrij snel gezegd, dan gaan we dat doen. Ik heb eerlijk gezegd enigszins naïef misschien, maar gewoon gedacht, dat lijkt me leuk, moeilijk, maar dat gaan we doen. Het was eigenlijk nog niet echt gedaan. Hè? Het was echt nog 6 jaar voor waar we nu staan. En nu is het bijna mainstream aan het worden, dat bouw in hout, gelukkig maar. We zijn er nog niet, maar toen bestond het in Nederland nog niet, een hoge houten toren. En eigenlijk wereldwijd ook nog niet echt. Dus het was wel echt iets. Ja, is totaal nieuws. En dan presenteer je het aan de jury van de gemeente. En toen zeiden wij daar van, het is natuurlijk niet waarom we het doen, maar het zou wel een van de eerste hoge houten torens in de wereld zijn. En dat is dan toch ook wel dat wij ergens, ze zitten daar met een soort pokerface, maar je zag wel dat ook wel bij de gemeente een soort twinkeling teweegbracht in hun ogen. En om dat in te vullen zeiden we, als we dus deze toren in hout doen, hè, en weet dat op het moment dat de tender uitgeschreven was, was het hoogste houten gebouw in de wereld was 14 verdiepingen. Deze was 21 verdiepingen, dus een derde hoger. We dachten, dat doen niet veel andere partijen. En als we dat kunnen realiseren met hele mooie architectuur en een heel mooie gebouw ervan te maken, in die combinatie, dan zouden we wel eens winnend kunnen zijn. Dat is ook gebleken. Ja, dat was wel aardig, want de uitslag zou eigenlijk komen toen ik op huwelijksreis was. Dus ik had met mijn vrouw afgesproken, huwelijksreis is huwelijksreis. Maar die dag wil ik online zijn om die uitslag te krijgen. Dus ik zat de hele dag toch wel, zelfs ook zaten we aan het zwembad in Portugal, een beetje in de rats. En toen s'avonds kreeg ik het bericht dat de uitslag een week was uitgesteld. Dus dat was wel een beetje vervelend.
Maar minder vervelend toen we een week later hoorden dat we gewonnen hadden. En ook nog omdat we eigenlijk hadden het tweede hoogste bod neergelegd. Maar we hadden de beste architectuurpunten gekregen. Dus eigenlijk het concept had het verschil gemaakt. En ja, dat maakt ons wel extra trots. Winnen is altijd fantastisch, want dat is het moment waarop je gebeld wordt en dat je hoort dat je uiteindelijk geselecteerd bent. Dus dat maakt het, dan bel je meteen je hele team op en nou ja, dan zoomt het rond. En over het algemeen nemen we dan de mogelijkheid om even het café in te duiken en met elkaar dat te gaan vieren. Dat hebben we die dag ook zeker gedaan. En vervolgens keert het van, nu moeten we het gaan waarmaken. Dus nu moeten we het team zo optuigen dat we het voor elkaar gaan krijgen. En dat was hier natuurlijk best wel van, nou dan is er nu wel werk aan de winkel. Ja, ik vond het super spannend. Ik vond het echt tot en met de oplevering spannend. Er was zoveel aandacht ook voor dat je echt wel... We wisten eigenlijk dat het moest lukken. Maar het was wel bij tijd en wijle natuurlijk heel spannend of het ging lukken. Er zijn momenten geweest dat de bouwkosten stegen. Dat het gebouw veel ingewikkelder bleek dan we dachten. De grootste uitdagingen waren eigenlijk de onwetendheid. Omdat je bent aan het innoveren. Het is nog nooit eerder gedaan. Of er staan geen gebouwen die vergelijkbaar zijn op dat moment. Dus onzekerheden als bijvoorbeeld, is een houten gebouw verzekerbaar? Kunnen mensen een hypotheek krijgen in een houten gebouw van die omvang? Wisten ook niet zeker. Dus dat waren wel vraagstukken die toch wel de haalbaarheid van een dergelijk project ook ietsje onzekerder maken. Krijgen we de bouwvergunning rond? Hè? Dus krijgen we de brandweer mee bijvoorbeeld? Dat waren toch wel wat grotere vraagstukken die we eigenlijk één voor één zijn gaan tackelen. Met de brandweer hadden we vroegtijdig contact over hoe we moesten omgaan met vluchtwegen, met de brandveiligheid. En daar hebben we ervoor gekozen om eigenlijk al als basis te nemen dat we het hele gebouw sowieso zouden sprinkelen. Wetstechnisch is dat niet nodig. Als je een gebouw onder de 70 meter maakt, in Nederland zelfs onder de 100 meter, dan hoef je die sprinkler niet toe te passen. Dit was om absolute veiligheid te garanderen. Dus dat we hier met een houten gebouw nooit ervan beticht konden worden dat we niet voldoende hadden gedaan aan dat brandveiligheidssysteem. Uiteindelijk hebben we dus een hele periode in het ontwerp, hebben we een studie gedaan naar hoe je nou hout combineert, ofwel met stalen strippen om het stijf te krijgen tegen met name wind. Dus, dat was eigenlijk variant 1 een tijd lang. Alles in hout, zelfs de liftkern in hout, maar dan wel met stalen strippen, helemaal van begin tot bovenaan. En die stalen strippen die werden op een gegeven moment zo dik en zo diep dat het bijna een soort enorme stalen kolommen werden. En mede daardoor zijn we gaan kijken naar de combinatie van een betonnen liftkern, eigenlijk een betonnen kolom in het midden, en daar de houten wanden en houten vloeren omheen. We hebben ons wel echt altijd ingezet om zoveel mogelijk hout te gebruiken. En zo'n hoge houten toren helemaal zonder stalen verbindingen of zonder iets anders, dat gaat niet. Een heel goed en belangrijk inzicht voor mij was wel dat je in die hout met beton combinatie minder CO2 verbruikt dan in de hout met staal combinatie. Ja, dan is eigenlijk, omdat je oorspronkelijke doel was minder CO2 uitstoot, dan is natuurlijk die klap snel gemaakt. Er zit in hout 2800 kuub hout. Die vervangt in een ander geval het 2800 kuub beton. Dus het heeft een soort tweeledig voordeel. We maken geen beton en we maken... We slaan wel CO2 op in dat hout. Ja, een groot voordeel van hout is dat het gewoon lichter is dan de traditionele bouwmaterialen. Dat je daardoor met transport veel voordeliger uit bent. Je kan veel meer materialen op één wagen krijgen. Dus ook weer positief voor de CO2-uitstoot. Op de bouw heb je lichter materieel nodig omdat je lichtere elementen te hijsen hebt. En je kan ze makkelijker in elkaar zetten. Hout is allemaal geprefabriceerd in de fabriek, dus je kan vrij snel bouwen.
En toen zag je zo eerst die grote houten elementen door de lucht gaan, aan de kraan hangen en op hun plek gehezen worden. En dat deel ging ook heel snel, want per week ongeveer is er een verdieping gebouwd, wat echt heel, heel rap is in de bouwwereld. Toen zag je op een gegeven moment zo die stijgers naar beneden komen en de gevel als het ware uitgepakt worden. Dus dat vond ik ook, dat is ook wel weer een bijzonder moment natuurlijk. Ik vind hem prachtig. Ja, ik vind hem echt heel erg goed gelukt. Het beeld van het gebouw en de bedoeling van het gebouw en ook de kwaliteit van het gebouw is wat we destijds beoogd hebben. Dat is mooi om te zien dat dat is gelukt. Hallo. Hoi Jan. Kom binnen. Hoi. Kom verder. Ik ben heel benieuwd naar deze woning. Je ziet hier de dikte van die totale vloeropbouw heel erg goed. Met deze mooie houten aftimmering die er gebruikt is. Het denken in houten gebouwen is enorm toegenomen. Je ziet het in de hele breedte van het vakgebied. Bij ontwikkelaars, bij architecten. Maar ook met name aan de productiekant. Vanuit die productindustrie, of vanuit die industrie, wordt er ook meer, al een grotere bijdrage geleverd aan een aantal van die aspecten die wij nog hebben moeten uitvinden. Dus zij gaan vanuit die producten denken om dingen gecertificeerd te krijgen. En hier heb je ook maximaal uitzicht. Ja, dit is echt wel bijzonder zo. Ik denk dat architecten eigenlijk in de breedte wel moeten blijven kijken en blijven durven innoveren. Dus je moet als architect goed om je heen kijken naar wat er kan. En ook natuurlijk wat er als het ware wat je verantwoordelijkheid is, wat er zou moeten. Dus niet alleen om het technisch goed te doen, maar ook om echt mooie, goede gebouwen die gewaardeerd worden door gebruikers en omwonenden in de stad te blijven maken. Het is ook niet duurzaam om gebouwen te maken waar we over 20 jaar niet blij meer mee zijn en dan ze dan maar af te breken. En die verantwoordelijkheid is ook best wel groot om toch iedere keer bij een project te proberen die lat hoog te leggen. Zowel op architectonisch vlak, maar ook op duurzaamheidsvlak. Een gebouw kan prima energie produceren. Een gebouw kan prima meer CO2 opslaan dan dat het uitstoot. Een gebouw kan prima meer biodiversiteit in zich hebben dan als je een park of een bos bouwt op hetzelfde stukje grond. Omdat we nou eenmaal veel meer oppervlakte maken met gebouwen. Ik denk dat we in deze nieuwe tijd, deze nieuwe eeuw, worden andere vragen aan ons gesteld. Dus we moeten ons afvragen wie is nou nog de belangrijkste stakeholder in het proces. En ik zou zeggen dat is de planeet. Dus we moeten de uitdagingen die de planeet aan ons stelt, biodiversity, climate change, et cetera, daar moeten we oplossingen voor formuleren. En dat heeft in de bouw denk ik ook een nieuw paradigma nodig. En het paradigma zou kunnen zijn form follows sustainability. Dus laten we onze gebouwen in dienst stellen van de planeet als eerste. En natuurlijk moeten dat mooie, inspirerende en functionele gebouwen zijn, maar net op een net iets ander treetje dan de prestatie die dat gebouw levert op duurzaamheid.